grote ontevredenheid met wat het kabinet de afgelopen jaren heeft gedaan. Maar er werd ook gezegd dat er, dat heeft zelf gezegd, dat er nogal verschil is tussen de tevredenheid van de boeren. Er is een groep ontevreden met een groep tevreden. Maar welke twee groepen zijn dat? Nou, eigenlijk kun je dat zien in de 25 aanbevelingen van Renkes. We hebben opgezet in 12 vragen aan consumenten om te reden. En wat je ziet is bij één vraag van die 12, het de uiterste zijn. Ja, namelijk dan geven ze een antwoord over, op een schaal van 0 tot 10. Anderen geven ze een 1 of een 2. En anderen geven op diezelfde vraag een ruim voldoende. En de vraag is dat de piekbelasters. Dat gaat over de piekbelasters. Ja, ja. En daar zit dat in de hele wereld achter. Hè? Want je zal wel dicht in de Natura 2000 gebied zitten. Dan zul je dat, de piekbelasters binnen 1 jaar moet opgelost zijn. Maar dat heeft God het al gezegd. We hebben super veel gemarcheerde overigens. Dat is in de buitenhof gedaan. Maar dat moet je ervaren toch wel zo. Dus dat betekent dat je of de lijn moet volgen dat je vrijwillig, dus een dikke onderstreping, vrijwillig weg moet. Op 2 binnen een jaar. Maar je kunt ook direct, je zei het al, in dat buitenhof. Je kunt ook overgaan tot dat je emissie reduceren, omlaag brengen. En dat kan via 3 lijnen. Dat zijn de pasmelders. Dat zijn de pasmelders, ja. 2500. Mm-hmm. En met die piekbelasters zou je die kunnen verplaatsen of zou je die stikstof van hen kunnen reduceren. Dan schep je ruimte voor die pasmelders. Ja. Dat is op zich mooi, maar dan moet alles, zegt Remkes, eigenlijk binnen een jaar. En ja, ik denk bij mezelf, veronderstel, als je nou wel het doel haalt met die piekbelasters, dus de stikstof omlaag brengt, of verplaatst het bedrijf, of een andere vorm van bedrijfsvoering doet, natuur inclusieve landbouw of inderdaad gebruik van.